Jij bent Fietje zeker, hè? Kom. Ik heb je al dikwijls door de straat zien fietsen. Ja, dat is omdat ik mij soms een keer verveel. Wie is het daar? Dat is mijn man. Dat was mijn man. Mijn Marcel. Is hij er niet meer? Nee, hij is er niet meer. Hoe komt dat? Mijn Marcel was ziek. Heel ziek. En moe. Heel moe. Nu wordt hem nooit meer wakker. Je hebt wel veel foto's, hè? Ja, maar ik en mijn Marcel, wij hadden nog veel meer foto's dan dat, hoor. Zou ik dan een paar mogen gebruiken voor het school? Want zouden we de foto's hebben van onze oma. Wil jij dan mijn oma zijn? Maar waar is jouw oma dan? Die woont in Spanje. Ja, graag. Ik zal ze eens gaan pakken, hè. Hier ze. Maak maar op. Die heb ik en mijn Marcel samengevuld. Zien jullie dat is? Ja. Ja. Zet. Zijn die allemaal van u getrokken? Ja, mijn Marcel die trok veel foto's van mij, hè. Ja, zo met een klein mondje. Ja, ik was een zotte zin. Ach, zeg, hier. Dat is die dag dat we zijn gaan vieren dat Marcel was aangenomen bij een fotografiebedrijf. Ja, hij heeft toen... Blij, zie ik. Ja, dat zou wel zijn, ja. Hij moest toen een fotoboek maken en we zijn naar het park gegaan en hij heeft een hele hoop foto's van mij gemaakt, ja. Met het bloemetje zo teruggeplukt. Ja. Ik heb toen veel geplukt hier middag. Ja, dat was schoon weer, zeg. Zijn er nog wel bloemetjes over te hebben? En sinds die dag ging Marcel overal met zijn fototoestel naartoe. En overal waar dat hem kwam, pakte hij foto's van mij. Massa's. Kijk maar verder. Ja. Isse, toch een doos. Kijk maar. Zeg jij dat daar? Ja, dat ben ik. Ja, dat klopt. En wie zijn die mevrouw dan? Dat is een vriendin van mij, die heet Rita. En die andere, dat is Melanie. En Melanie heeft haar dochtertje vast. En Rita, die heeft haar twee dochtertjes ook bij. En waar zijn uw kinderen dan? Oh. Ja, die zijn er niet. Nee. Marcel en ik, wij hadden geen kinderen. De ooievaar, die was niet sterk genoeg om die kindjes tot bij ons te brengen.
Smaakt je het vat dus dan nog? Wacht eens even. Minuutje, hè. Nu ga je beschieten, zijn. Wat zit er daarin? Dat gaan we wel zien. Tadoe. Wow. Cool. Gaaf, hè? Ja. Dat is nu de camera van mij en Marcel. Ja, ja, trek er maar eens aan. Goed. Zeg, oh, wacht eens. Er zit nog een rolletje op. Er zijn nog maar 3 foto's mee getrokken. Weet je wat? Als wij nu morgen eens naar buiten gaan en dat filmpje helemaal optrekken. Ja. Ja? Is dat goed? Ik ga maar op naar de mama en de papa. Ik ga maar vertellen dat we morgen weg gaan. Hè? Wij samen op stap. Jij en ik. Zit dat heet tot morgen. En dan zo'n klein peutertjes allemaal. Hè. Dat is nog lief en schattig. Oh, hè. Ja, dat is nog echt, hè? Dat is echt. Dat is echt. Amai, oh, het is koud buiten. Oh, la la la. Zeg, wat is dat? Ja, dat is de camera. Amai, dat is die van Marcel nog, hè? Dat is al een ding, dat is de goeie, hè? Ja. Ik heb die er juist laten zien. Ik had mijn kleindochter op bezoek. Kleindochter, heb je geen kleindochter? Allee, ja, niet echt natuurlijk, dat weet je toch. Een kind van de gebeuren en die komt hier geregeld langs. En ik heb ze een keer binnengevraagd en we hebben samen met die appareil in foto's gezien. Ja, allee. Allee. Goed, hè? Allee, oh, wie was het om te delen? Ah, ik zal er eens wegzitten, zeg. Voilà. Zo, om mij, denk ik. Ja. Ah, zeg. Ja, ze merkt dat over het ook goed. Die zit in het buitenland voor een project op te starten voor het werk. Hè. Ja. Oh, ja, 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 ja. Een echte businessman. Ja, dan. Ja. Allee, zeg. Vast, jij doet het goed. Ja. Ja. Die zitten toch sfeer op kinderen en op kleinkinderen. Precies, zo heerlijk. Kom maar, mama. Ja. En als ze dan komen, dan ben ik zo content. Maar als ze dan weg zijn, dan ben ik ook content. Want het is zo vermoeiend. Ja, ja. Ja. Oei, oei, oei. En op het schoolfeest was het zo goed. Oh, plezant. Hè? Oh, goeie cake. Goeie cake, goeie ja, cake, zeker. Zeker best. Ja. Yep. Ja! Oh, maar zeker. Amai, Annie, je gaat er nogal van deur vandaag. Ja, het is een dakkeske. Ja, het is zeker met een dakkeske. Oh, zie maar. Zie dat. Zie dat dan. Yay! Ups. Ah, nee, oh, dat is met mama. Ik kan er ook niet aan doen als ik goede kaarten heb. Ik zie het. Nee, deze, voilà. Dan maak ik ook eens goed. Jij doet het zeker. Ja. Ja, Marcel. Het was een schone dag. Tot morgen. Dag, Fintje. Dag, oma. Goedemorgen, kom. Dan kunnen we er gauw aan beginnen. Zo, hop. Zo, zeg. We zullen er eens in vliegen. Kom, ga daar zitten, dan kan ik je wat uitleggen. Ja, kom. Zeg, kijk. Je kijkt hier door. Hm? En dan zit hier onder is zo'n hendeltje. Dat beweeg je van links naar rechts. En dan heb je een foto, maar je moet goed stilhouden, hè. En als het dan gedaan is, dan draai je hier door en dan krijg je de volgende foto en dan kan je weer trekken. Goed? Verstaan? Allee, nu is dat nu. Nee, doe het maar eens om. Kijk door het gaatje. En dan, ja, dan gaan we maar foto's trekken, hè. Wat gaan we doen? Daar? Allee, dan zijn we weg. Kom. Ah ja, dat was cool. Kijk eens. Kunnen die bladjes zo... Trekken. Moet ze wel kunnen vastpakken. Ga jij dat trekken? Dat is goed. Kijk. En zie me graag. En zie me niet graag.
Heb je het? Of moet je pruimenmond gelijk op de foto? Ja, oké. Okay. Ben je niet donker? Hier, kijk, Finsje, kom eens, kijk eens. Dat is een mooie bloem, hè? Ja, trek die maar. Oeh, dat is goed. Goed gaan, hè? Goed gaan, hè? Hallo? Ah, ja, maar dat zal wel zijn. Het rolletje is op, kijk, het is gedaan. En wat gebeurt er dan? Ah, dan moeten we het ontwikkelen. Hm? Ja. Ja, ja, en weet jij dat je dat moet doen? Nee, nee. Ik zal het u laten zien, kom maar mee, kom hier. Houd uw camera vast. Nu moeten we even wachten en dan gaan jouw mooie foto's tevoorschijn komen. Kom, kom hier maar goed dicht bij mij staan, dan kan je ze zien. Ja? Wacht, wacht, ik ga het komen, hè? Dat is een mooie vrouw, hè? Wie is die mevrouw eigenlijk? Ik weet het niet. En wat nu? Fien, laat me dit toch eens doen. Wat is er, oma? Ik ben je oma niet. Dat was geen goed idee. Thank you.
Ai. Is Rita niet? Je kijkt er ziek. Nee. Gewoon moe. Kom, laat ons maar beginnen. Hup. Wie moest er geven deze keer? Ik? Doe maar. Och, ik heb een mailtje gekregen van onze merk, vanuit Shanghai. Ja? Oh, my. En hij heeft foto's opgestuurd. Zal ze volgende keer eens meebrengen. Oh. En Bruin dat hem zie. Oh. Allee, dan heeft hij het naar zijn zin daar dan. Ja. Het is ook niet voor iedereen weggelegd, hè? Nee. Dat is zo niks voor mij. En zo heet en zo. Oh, met al die spleetogen. Nee. Dat is niks voor mij. Nee. Het is toch... Ja? Ja. Het is geweldig, hè. Een dag niet, Annie? Nee. Ja, het moet niet altijd dezelfde zijn. Iemand anders mag ook eens doen. Ja. Zeg, Annie, en wist mee op kleinkind? Kleinkind? Dat kindje hier. Die zei toch oma tegen u, hè? Goed. Het is goed dat je zit. Dan zit het toch niet alleen, hè? Nou, zeker naar dat Marcel, hè? Ja. Zeg me daar zijn. Dat was verhaal. Vriendje? Kom naar binnen, kom. Dag Vriendje. Dag, Annie. Zeg maar, oma. Hè? Oh. Wacht, ik heb iets voor je. Kijk eens. Dit is nu voor u. Voilà. Nu kun jij foto's trekken. Bakken vol. Dankjewel, oma. Ik zal er veel foto's mee maken. Heel goed, kind. Ga maar rap naar huis en ga maar foto's pakken van je huis en van de mama en van de papa. Tot nog eens, hè. Tadaa.